Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 21 april van Weerplaza. Er is vandaag opnieuw geen bewolking aan de lucht te herkennen, nog steeds wordt het weer bepaald door een hoge drukgebied. De zon schijnt vanochtend al volop, er ontstaan misschien een paar stapelwolken, maar veel zullen dat er niet zijn en de temperatuur ligt vanochtend rond een graad of 14. Vanmiddag loopt het kwik uiteen van 18 graden op de Wadden tot zo'n 21 of 24 graden verder landinwaarts. De wind is zwak tot matig vanuit het noordoosten. Vanavond koelt het uiteindelijk af naar 17 of 19 graden. Langs de stranden is het iets koeler met 14 graden. Morgen is het weerbeeld heel anders. De zon die schijnt nog wel geregeld, maar er zijn ook wolkenpartijen en er kan een enkele bui vallen. En de temperatuur varieert van 22 tot 24 graden. Vanaf maandag is het gedaan met de warmte. Het wordt hooguit 16 graden. Maandag kan er een enkele bui vallen. Vanaf dinsdag en woensdag is de kans op regen groter. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.